Ondertussen, ja, ik weet niet of ik dit moet zeggen. Gedane zaken neem ik geen. Hoe? Nummer 3 denk ik. Ah! Ik heb het door. Oh, ik kon echt wel janken. Dan kan ik daar wel een beetje heimwerig om zijn en verdrietig. Welkom bij een nieuwe video! Wat gaan we doen? Pizza maken! Pizza maken! Ja, papa komt pizza maken. Ja! En ga je helpen? Jessie gaat pizza beleggen. Hè? Ja. Kom, ga hem daarop leggen, op de schaal. Ik ga hem helemaal alleen zelf doen. Ja, dat mag je helemaal alleen zelf doen. Oké? Oké. Geef ik jou tomatensaus en kaas. Oh, viel erg bang op. Hé, maar die tomaten kunnen we wel gebruiken. Zeker, ja, die kunnen erop. Ja, tomatensaus. Die kunnen we ook gebruiken. Niet knoeien op de stoel, hè? Ja. Nee, niet. Niet knoeien. Nergens op knoeien, die rode saus. Oh, kijk eens. Hij weet al helemaal hoe dat moet, hè? Met die achterkant van de lepel. Ja. Ja, hij is inmiddels ook een doorgewinterde pizzaiolo. De jongste van het land. Ja. Maar daar mag er wel bij, hoor. Ja? Er mogen er wel een paar lepels bij, hoor. Ja. Hé, hey, heb je nou mijn tomaten bij je genomen? Kijk uit voor jouw mouw. Hey Jesse Silver, wat vind je ervan dat al onze volgers jouw haar zo leuk vinden? Leuk? Ja? Ben je er zelf nou ook wel blij mee? Ja, omdat dat bleef vastzitten. Wat zeg je? Deze salami bleef een beetje vastzitten. Oh ja, dus daarom vond je het leuk? Ja. Hij is gelukkig niet snel afgeleid of zo. Nee. Nee. Hij luistert ook zo goed. Ja. Ja, die oren van hem werken echt super goed. Ja, vind je? Ja. Ben je blij met je haar, Jesse Silver? Ja. Ja? Goed zo. Hoppakee. Lekker veel salami. Ja, jij doet één salami in je mond en één salami op de pizza. Hier, geef zij aan, dan mag jij ze erop leggen. Alles moet een variatie hebben. Ja. Hier, je tomaatjes. Wat doen we dan? Wil je er meer bij? Hammetje? Hammetje, ja. Ja. Leg hem maar op. Ja, dat proef je niet. Dat is toch goed. Oké, wil je hem erop doen? Ja. Oké, 1, 2, 3. Hoppakee! High five! Oh. Super heet. Ja, ik heb zojuist mijn laatste werkdag van dit jaar gehad. En jij? Oh, jij ook. Ja, ik vannacht. Ja. Jij kon nog lekker even slapen vanochtend, want ja. Dat heb je vannacht niet gedaan. Nee. Hè? Nee. Maar voelt toch gek, hè? Zo'n... Nee, ik dacht eigenlijk dat ik gewoon de hele week vrij was, maar het zijn maar 2 dagen.
Ja. Dus gewoon maandag is het alweer 2024. Ja, ja. Maar moet, ja, ja, jij hebt hem vroeg gedienst, hè? Ik heb 1 januari. Opnieuw nieuwjaarsdag. Van het Koningsdag. Ik heb dus de dienst. Dat is wel een beetje zuur. Maar we gaan het vieren met onze vrienden Olaf en Marcella. We kunnen nog vandaag? Nee. Van de week. Dat moeten we nog. Daar maak ik zo meteen brood van. Ik wilde jou nog vertellen dat 7 januari hebben wij een optreden. Wat? Ja. Wilde ik jou nog vertellen. Fixt allemaal dingen zonder mijn weten. Hè? Nee, maar niet. Jij zei meteen, is goed, is leuk. Zeker voor de... Ja. Ja. Voor de familie. Reunie. Ja. De jaarlijkse familiereunie. Ja. Oké. Okay. Nou, hartstikke leuk. Superleuk toch? Ja. Dus. En verder nog wat leuks? Nou ja, ik ben lekker aan het gamen. Ik heb Ragnarok bijna uitgespeeld. En nu wil ik ook nog gamen. Hij wil ook nog gamen. Hij is bezig met Spider-Man. En Weet je nog toen ik gisteren zei dat ik... Hé, niet wijzen naar mij, hè? Weet je nog toen ik zei dat we een met Spider-Man nog zouden spelen? Morgen? Jij wil morgen Spider-Man spelen? Oh, nou, dat is goed. Dan doen we morgen Spider-Man spelen. Nee. Oh, jij bedoelt dat je dat gisteren zei? Ja. Voor morgen Spider-Man spelen? Ja. Okay. Nou, dan gaan we gisteren een paar Spider-Man spelen. Kom. Nou, we gaan eventjes gezellig spelen, want het is de ene laatste dag van... het weekend. De ene laatste dag van dit jaar. Dus we maken er weer wat gezelligs van. Zo is het. Het is één dag. Het is één dag. Wat sta je daar tegen me aan te denken? Voor oud en nieuw. Dus het is time to do some groceries. Even de groceries. Even de groceries. Jesse Silver is even bij de... Groceries. Jesse Silver is even bij de buurman. Maar die buurjongen... Wat? Jesse Silver is even bij de buurjongen aan het spelen. Dus wij hadden tijd om eventjes boodschapjes te doen. Wat gaan we halen? Tortilla's, guacamole. Ook vrije gin. Ja. Daar zijn we hier naartoe gegaan. Ja. En die elderflower dinges. Ja, die moeten we echt. En die koffie. Die moeten we echt. Koffie. En moesten we wat schoonmaakmiddelen meenemen. Ja. Ja. Er was nog... Oh, dat was het. Wasverzachter. Dat moeten we ook hebben. Nee, hoeft niet. Het is geldverspilling. Zo, boodschapjes zijn gedaan. En we komen weer thuis in een heerlijk lekker schoon huis. Dat is altijd heel fijn. Ja, we hadden het er net over dat we ons alweer aan het irriteren zijn over hoe de tuin er op dit moment uitziet. Want ja, het heeft natuurlijk aardig gestormd en er moet nog wel het een en ander gebeuren. Maar goed, ja, we kunnen niet alles tegelijkertijd doen natuurlijk. Maar ja, dat zand moet weg. Dit moet nog gefixt worden. Daar zal nog iemand voor komen, maar ja, die heeft het ook druk. Dus dat duurt dan ook weer even. Het heeft heel veel gewaaid en aangezien we... nou ja, je ziet dat deze bomen bijna geen blaadjes meer hebben. Die liggen overal in onze tuin. Ja, dus dat wil je dan ook allemaal schoon hebben. We hebben een platzuiger, als het goed is. Die moeten we ook nog een keer gaan testen. Alleen ja, het is er niet echt het weer voor, hè? Dus allemaal goede voornemens voor in het nieuwe jaar. En hopelijk komt het dan zover dat we weer lekker wat stappen kunnen gaan ondernemen in het huis. Ook wel veel zin in. Ik weet niet of ik het al had verteld, maar we hebben dus ook... een douchewand besteld. Het liefst hadden we het opengelaten. Want dan staat het mooi open natuurlijk. Alleen ja, het water loopt gewoon te veel weg. En dan zit je elke keer als je aan het douchen bent. 3 handdoeken te gebruiken om het droog te maken. Dus ja, in januari wordt dat in ieder geval opgemeten. Het wordt een bronzen douchewand met messing zijkanten. Dus ik ben ontzettend benieuwd hoe dat gaat worden.
Wat staat er allemaal nog meer op de planning? Wat er op de planning staat? Ja. Nou, ik ga eventjes risotto maken, zo meteen Asian style. En ik ga kipbolhapjes kruiden. We moeten nog Spider-Man uitspelen. Ja. Nou, dat allemaal van. Voor nieuwjaar? Ja. Als het goed is, hebben we spul gehaald om alcoholvrije gin te maken, toch? Nee, we hebben alcoholvrije gin gekocht. En oh ja, gekocht om een cocktail te maken. Oh ja. Een mocktail. Een mocktail. Ja, en ik hoop dat die net zo smaakt als vorige keer, want die was super lekker. Ondertussen, ja, ik weet niet of ik dit moet zeggen, want we zeggen het zo vaak, maar ondertussen liepen ik zou het we. Niet doen. Ik zou het gewoon niet doen. Ik zou het gewoon niet doen. Dat ze het maar gewoon zien. Of er iets verandert. Nou, waarschijnlijk net zoals jullie. Genoeg van jullie. Zijn we heel erg aan het struggelen met ons eetpatroon. En dat vind ik inderdaad een betere omschrijving dan het struggelen met ons gewicht. Want het gaat om het eetpatroon. Ook. Ja, precies. En ik heb een enorme opvlieger. Ik zie het gewoon in mijn ik zie het gewoon in mijn beeldscherm dat mijn koelen een beetje rood worden. Oké. Okay. Dus, ja. Ja, dus we zijn van plan het serieus weer op te gaan pakken. Ook echt wat gaan op te schrijven. Wat gaan we aanpakken? Hoe gaan we het aanpakken? Hoe willen we eruit zien? En geen foto van iemand anders, maar een foto van onszelf. Van toen we dachten, nou, als ik daar weer een beetje in de richting van kom, ben ik blij. Ja. Ook besloten, ja, wel om in het begin even ons gewicht op te schrijven. Dat we in ieder geval weten waar we vandaan komen. Maar niet om elke dag op de weegschaal te gaan staan. Ook niet elke week. En misschien zelfs niet elke maand. Maar ja, gewoon te kijken naar hoe we eruit zien en of we daar wat in zien. Past dit blouseje alweer? Dat soort past dit, ja, precies. Past dit blouseje alweer? Zie, ben ik blijer als ik in de spiegel kijk. Ja. Om het zo'n beetje aan te pakken. Ja. Ja, en ik zei, misschien is het verstandig dat we gewoon echt een keer even gaan opschrijven hoe we het gaan aanpakken. Want we kunnen het wel in ons hoofd hebben. Maar Sergio denkt er weer anders over dan ik. En nou, dan hebben we ook een beetje de ruimte om dingen op te gaan zoeken. En ik denk wel dat het belangrijk is dat we op één lijn staan. En na verloop van tijd, dan sluit je weer een beetje de sleur in. Ja. En dan vergeet je weer wat je ook alweer had in die eerste week aan geen slechte dingen. Ja. En dan vergeet je dat. En dan voordat je het weet, koop je toch weer dingen van... Ah joh. Vandaag even dit, want... Ah joh. Ja. Ja, en ook voor Jesse Silver gaan we dat natuurlijk aanpakken. Ik zeg, want als wij allemaal slechte dingen voor hem gaan kopen, dan ligt het er toch ook weer. En dan, ja, en los daarvan, Jesse Silver komt thuis en die zegt dan, mag ik eerst een brownie? Of mag ik eerst dit? Door december zijn we een beetje gewend geraakt aan alleen maar de pepernoten en de kruidnoten en de, ja, de koek en dat soort dingen. Ja, want over het algemeen zijn wij helemaal niet zo van het snoepen en ook wel gewoon juist gezond eten en ja. Jesse Silver drinkt over het algemeen alleen water, af en toe een melkje, maar ja, inderdaad. Hè, maar inderdaad december, ja, dat fokt je gewoon op, om zo maar even te zeggen. Nou, en dat? Dat dus. Zijn jullie wel ook up-to-date? We zijn benieuwd naar jullie goede voornemens. Andere goede voornemens voor ons is, denk ik, meer tijd voor onszelf te nemen. Oh, ik dacht meer vloggen. Dat ook. Nee, zeker. Maar meer tijd voor onszelf te nemen. En, maar dat betekent niet dat we dan dus juist ook een heel stuk minder gaan doen per se. Maar dat we gewoon juist dingen samen gaan doen en gaan ondernemen. In plaats van dingen alleen maar te moeten. Ja. Weet je waar ik ook heel graag naartoe wil? Nou. Naar FC Kip. Nou, even een kip in Rotterdam. Ja. Ja, misschien moeten we dat ook even doen als de hype er een beetje af is. En dat je niet drie blokken verder staat om er een keer in te kunnen. Is het nu maar, wat rustiger? Nou, ik zag laatst nog een post dat het nog niet lukt. Good for him. Fijn voor jou, Dino. Ja, ja.
Nee, maar zeker. Dat soort dingen is gewoon leuk. En we hebben nu natuurlijk al wat dingen op de planning staan. We gaan in februari dus naar Londen. We hebben al helemaal leuke tips gekregen. Super bedankt daarvoor. En we gaan jullie natuurlijk daar ook weer helemaal in meenemen. We gaan in de zomervakantie gaan we naar Tenerife. Met de familie van Sergio. En we willen waarschijnlijk ergens in mei ook nog naar Tilburg, wou ik zeggen. naar Italië met twee vrienden om te gaan kijken of we daar misschien een leuk huisje kunnen kopen. Dus ja, allemaal leuke, spannende dingen. En ik zei, we moeten ook gewoon weer wat vaker gaan kijken naar dingen die leuk en bijzonder zijn om te doen als je naar Nederland gaat. Ja, dat vind ik altijd ook wel lastig inderdaad. Dan ga je een beetje zoeken en dan denk ik, nee, kennen we al. Mm. Ja, maar ik zat net te zoeken van, eigenlijk moet gewoon zeg maar experience Nederland. En dan komen er best wel leuke dingen. We moeten misschien eens kijken naar, stel nou dat we in het buitenland wonen. En we gaan opzoeken en we gaan naar Nederland. Ja. Wat gaan we doen? Hè? Dat soort dingen zouden we eigenlijk ook vaker moeten doen. Want Nederland heeft hartstikke mooie dingen. Dus hebben jullie daar tips voor? We horen ze graag. Gewoon leuke, bijzondere dingen om naartoe te gaan. Nou ja, leuke plaatjes. Ik had door het perfecte plaatje wel zoiets dat ik dacht van de Veluwe schijnt best leuk te zijn. Veluwe. Gewoon met Jessie, weet je wel. Maar het is ook gewoon leuk om een keer naar Texel te gaan en zo. Ja, daar hoor ik dan weer hele gemene verhalen over. Ja, maar we hoeven in de week. Je kan ook zeggen, we gaan een keer een weekendje, weet je wel. En gewoon de ervaring om lekker weer met een boot en daar naartoe te gaan. En ben je er een keer geweest? Ameland schijnt heel leuk te zijn. Rond december ergens hebben ze zo'n feest. Er zullen vast volgers zijn die niet begrijpen wat ik bedoel. Oké, okay, ik duidelijk niet. Ja, er schijnt een of andere Sunneklaas te zijn. En dat is elke keer een hele happening. Want als je daar dan bent, dan moet je binnen blijven. En Pauw News is al twee keer aangevallen omdat ze het proberen te verslaan, weet je, dat ze dat willen laten zien. Oké. Okay. Rare omstandigheden. Oké, okay. Ja. Bijzonder. Nou, we zijn ook benieuwd hoe het gaat zijn in onze straat met vuurwerk en zo. We hoorden al van onze buren dat ze flink hebben ingekocht. Dus ja, wij kijken altijd heel erg graag naar hoe anderen hun geld de lucht in schieten. Nee, we gaan zelf niks kopen. Misschien een sterretje. Dat is misschien nog geinig. Maar verder vind ik het zonder geld. Ik vind het toch ook altijd een beetje spannend. Ik heb dan ook liever gewoon siervuurwerk. Denk ik, dat is dan nog gaaf om te zien. Maar al die knallen, dat hoeft voor mij niet. Dus we zijn weer benieuwd. Een hele goede morgen. Het is oudjaarsdag. En als ik zo vanuit ons raampje kijk, vanuit de slaapkamer, zijn de buren al lekker bezig om het gezellig te maken voor vanavond. Ik denk wel dat wij lekker vooral binnen blijven. Maar de pallets worden al neergezet. En het is ook leuk om gewoon het vanaf een afstandje vanuit het raam te bekijken. Op een wat veiligere afstand. Ja, wat dat betreft ben ik wel echt een beetje een mietje geworden. Dat ik denk, ja, alles wordt maar alle kanten opgegooid. Een rotje wordt in de haast weggegooid, omdat het anders in hun hand afklapt. En dan kijken ze niet waar ze het gooien. Dus ik vind het wel goed vanaf een afstandje. Misschien dat we nog even de buren natuurlijk gezellig gaan een gelukkig nieuwjaar gaan wensen. En verder komen Olaf en Marcella gezellig langs. En dan gaan we hapjes eten en spelletjes doen. Sergio die kan het niet laten om toch nog even wat te maken. De laatste dag van het jaar. En heerlijke speculaas tiramisu. Die zijn allemaal al weg. Ja. Hè? Ja, maar ik had sowieso... ik heb altijd zakken van 5 kilo kip. Ja. Voor ons. En als ik wel ja, als ik het toch over heb. Precies. Niemand die kan zonder jouw kippies. We hebben wel slecht geslapen, hè? Ik heb heel onrustig geslapen. Ik heb echt een beetje hoofdpijn. Dus ik heb toch wel even wat ingenomen. En... Ik zat altijd gevangen. Jij zat gevangen? In een web.
Ik zat de hele tijd Spider-Man inderdaad af te spelen in mijn hoofd. We zijn bezig met Spider-Man op de PlayStation. En dat doen we dan samen en Jesse ook af en toe. Maar we zijn gisteren een beetje laat. Nou ja, het viel eigenlijk mee. We zijn nog voor 12 uur naar bed gegaan. Ja, het was kort voor 12. Maar, ik weet niet, maar... In mijn hoofd was ik nog steeds een spel aan het spelen, volgens mij. Ja, ik ook. Ja, ook omdat we hebben zoveel gewerkt de afgelopen weken. Dat ik echt de afgelopen week, na mijn nachtdienst en zo, en kerst, echt zoiets had van, ik ga even niks doen. Nee. Ik ga helemaal niks doen. Mag ook wel eens, hè? En lekker gamen. Ja. Ja, mag ook wel eens. Mag ook wel eens. Maar, ik had het ook telkens een beetje heet en dan weer koud en, Ja, zijn die opvliegers. Want ik heb ook inmiddels weer mijn laatste injectie gehad van dit jaar. Afgelopen week. Dus dat helpt dan ook niet helemaal mee. Onze buurtjes die gaan even heel... Ja, die zijn met een challenge. Ja, die zijn weer met de challenge bezig. Kijk, daar gaan ze weer. Deze hele challenge, elke dag een mijl. Ja, zijn dus één rondje. Laatste dag van het jaar. Kom. Gaan ze er ook nog even op vooruit. Op uit. En vooruit. En vooruit. Ja, die blijven lopen. Ja. Dat is knap, hoor. Vindt ook knap. Discipline. Ja. Nou ja, wij gaan het ook proberen, maar niet op die manier. Maar in ieder geval op de loopband en wat trainen en zo. Dus we gaan een plan in elkaar zetten. Wat we willen doen en hoe we dat gaan aanpakken. Ja. Toch? Ja. Ja, we hebben genoeg. Een elastiek en een matje en een loopband. Dus dat moet wel lukken. We hebben alles. Nu nog gebruiken. En ik heb jou. Ja, ik ben een springkussen. Ja hoor, de gezelligheid is begonnen. Olaf en Marcella zijn er. Ja, ja. Dit is wat ik wil. Dit is wat je wil. Oh, kom. Vinger eraf, hè. Ik zie het al. Ja. Echt gewoon. Vingertopje eraf. Oh my god. Vingertopje. Ja. Ze zijn lekker aan de kook. Nee, dat doe je niet meer, hè. Knip. Nee, dat is leuk. Ja, lekker hoor. We zijn alweer. Bedankt hem, dat ik hier op tanden. Nou, we zijn ondertussen bezig met lekkere filodeegdadel pakketjes, of niet? Ja. En nog wat lekkere kipkluifjes voor de buren. Ja, die zijn op. Die op het laatste moment toch nog even wat ineens wilde halen. En toch weer die foto, hè? Ja, die foto die doet het, ja. Boodschapjes zijn al gedaan. En de spelletjes staan klaar. Ja. Zo, wauw, Jessie. Denk je deze? Die smart op een breekje af. Ja, wat zit daar allemaal in, Jessie Silver? Ja, een walnootkaas en dit. Ja. En daarom. Heerlijk. Dit is een soort van, kijk, van ketchup moet je hebben? Kerst. Wat is een ketchup dan? Een kerst. Een kerstsnoep, een dadelsnoepje. Zo, laat maar eens even zien hoe jij dat doet, Jesse Silva. Eens kijken. Nee, niet te veel, niet te veel. Dat is te veel. Dit is heel goed. En dan gewoon een beetje het beeld uitsmeren. En dan doe je er nog eentje bij. En dan mag je nog een beetje insmeren. En dan weer de dadel en de kaas. Yes? En de walnoot natuurlijk. Goed bezig. Waar is dit dan? Ja. Nog een klein beetje insmeren. Ja, een kilo, ja, dat wordt een dadelsoepje. Soep. Dat kan ook. Oh, snoep. Je moest de bovenkant nog een klein beetje doen, hè? Klein beetje. En nog een beetje kaas. Mijn hulpchef. Oh. Mijn hulpchef. Mijn hulpvriend. Hè? Kijk. Ja, dat is zo. Hier is een blauwe. Leg hem in het midden, dan kun je makkelijk vervangen. Ja. Maar schatje, je moet nog wel een klein beetje van dat daar doen. Dat ben je nu vergeten. Ja. Wat? Super. Eigeel. Ja, dan toppie. Nu mag je hem dichtvouwen. Kaas,
Doe maar lekker zoals jij wil. Maar zijn er wel een eitje om te kloppen? Toppie! Ja, het mag gewoon een heel eitje zijn, hoor. Ja? Ja, ik kloppen. De eerste amandel, nee, de eerste dadelsnoepjes. Lekker. En waar ben jij mee bezig, Sam? Lukt het? Nee, ik ga even kijken. Nee, je deed het zo netjes inrollen. Maar lukt het gewoon niet, hè? Ja, schat. Overmorgen ben ik jarig. Oh, nee, over 2 maanden ben je jarig. Nee, morgen. Ja, in het nieuwe jaar, in februari ben jij jarig. Nee, oud en nieuw ben ik. Na oud en nieuw ben ik jarig. Je bent wel na oud en nieuw jarig, maar 22 februari ben jij jarig, schat. Dat is even. En weet je wat nou zo mooi is? Jij bent de 22ste jarig en ik ben ook de 22ste jarig. En weet je wat ook mooi is? Jij bent in februari jarig en papa is ook in februari jarig. Dus jij bent precies de helft van ons. Dank je. Kijk wel hoe moe je bent. Om een half uur in bed. Nee. Nee, maar schat. En we gaan je sowieso wakker maken, hè? Zo. Wow, de buren zijn er wat aan het afsteken, zeg. Klaar. Zo, is het lekker, schat? Ben je al pre-party hier? Ja, ik wel, hoor. Lekker marshmallow. Marshmallow lekker. Met de buurman. En gehoorbescherming. Maar dit is wel het laatste jaar dat je deze inderdaad kan handelen, want... Zo? Hij is bijna te klein. Kijk, dus Marcella. Ja. Oké, nou, we hebben net de introductie gedaan van de... hoe heet dat? Escape Room, The Basement. En ja. De meeste mensen die mij kennen, die weten dat ik echt een ongelooflijke hekel heb aan Escape Room. Maar niet omdat ik er een hekel aan heb, maar gewoon omdat ik weet dat ik er niet zo goed in ben. Niet. En mijn telefoon die vindt het namelijk ook. Jongens. Jullie hebben het goed gedaan. We snappen het nu een beetje. Dat was het, nee, hè? Nee, jullie hebben het echt goed gedaan. Want ik was echt zo niet in de... Nee. Maar we gaan er nou eentje openen voor 60 seconden, hè? Okay. Ja. Minuten. Oké, 60 minuten bedoel ik. Dat gaat wel snel. Ja. Maar ja, we hebben nu een beetje door waar we nu moeten kijken. Ja, dat wordt lastig. Shuck you. De gedane zaken nemen geen... Maar deze moet ik nou aan jou geven. Zo seks in haar kledingkast. Kruisbanden. Hoe heet het? Let go! Hoe heet de populaire restaurant van Burger? Lattegif. Hoeveel geld staat er op die rekening? Gaten met sokken. Go! Noem drie dingen. Ah! Dildo. Wat verdomme. Ik kan deze
we hebben al bijna gewonnen, man. Waar kwam deze vandaan dan? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Yay! Mattie! Ah, gelukkig nieuwjaar, jongen. Happy New Year! Happy New Year! Achter je op één van vuurwerk. Ja! Happy New Year! Dat is. Zit hier onder. Nee, hoe is het van je vriendje? Daar gaan we! Zo, we zijn snel naar binnen gegaan, want het ging helemaal los. En super mooi hoor, daar niet van. Maar dit is toch wel spannend. Dus ik ga even kijken hoe het eruit ziet vanaf de zolder. Nou, het is kwart over één. En wij liggen al romantisch in bed. Happy New Year. Even het licht aan, want... Happy New Year. Wij liggen al lekker burgerlijk in bed. Ja, vroege dienst. Werken. Ja, som. Ja. Some people... Ja. Ja, ach ja. Ach ja. Het is wat. Doet er niks aan, hè? Nee, het is zwaar om zo succesvol te zijn. Om zo'n baan te hebben. Nou, we gaan gewoon vanuit ons bed genieten van de feestmuziek en het vuurwerk. Veilig van achter het glas. Sorry, slaap lekker. Slaap lekker. Doei. Happy New Year. Nou, het is de eerste van januari. Het is de eerste dag van de week. Van het nieuwe jaar zelfs. Ja, en Jesse, Silver en ik zijn even alleen. Want papa die moest heel vroeg werken, hè? Ja, en het was wel een beetje een hel van de nacht. Want we gingen wel dus redelijk vroeg slapen. Maar Jesse Silver was ook onrustig. Hè? Dan wilde hij bij mij liggen. Maar er was achter ons nog best wel veel vuurwerk en muziek. En ik had echt heel erg veel maagzuur. Mijn lichaam die gaf aan, oké, René, je hebt gelijk. Dit is het einde. Je moet nu gewoon gezond gaan eten. Het was echt niet normaal. Ik ben niet
Ik heb niet zoveel maagzuur gehad sinds mijn zwangerschap van jou. Toen had ik ook heel veel maagzuur. Oh, ik kon echt wel janken. Ik ben eruit geweest. Ik heb... Pilletje genomen. Ja, ik kon geen rennies meer vinden. Dus toen vond ik nog ergens een maagtabletje. Hè? En, maar wel een maagtabletje van mij. Nee, niet van jou. Van mij. En toen heb ik ook nog baking soda in water, want dat schijnt ook te helpen. Nou, het hielp allemaal niet. En toen ben ik rechtop gaan liggen, hè? Ja, dus, maar we dachten gelijk, we gaan even schoon beginnen. Ik heb ook gehad in mijn arm. Ik wil tikje. En uiteraard was Jessie Silver gewoon vrij vroeg gewoon wakker. Huh? Was je gewoon vrij vroeg wakker? Dus toen kwam hij uiteindelijk toch, want hij is toch weer naar bed gegaan. En toen kwam hij weer bij mij. Sergio is in een ander bed gaan liggen. En, maar die is nu wel weg. Die is nu wel weg, want die is werken. Ze komt zo weer. En toen dacht ik, nou laten we gelijk beginnen met het bed schoon te maken. Hè? Dus wil jij mij misschien helpen? Want ik wil proberen ook deze een keer eraf te krijgen. En dat kost veel kracht. Dus laat even je spierbal zien. Maar kijk eens. Laat even je spierbal zien. Ik kan zelfs eens zo. Hoppakee. Helemaal bij mijn schouder. Ja. En hier. Ik heb kramp in mijn schouder. Ik heb het zo ook. Spierballen. Woe. En zo. Oh, even rekken ook. Oh ja. Doe maar voorzichtig. Zo, Jessie Silver is lekker even met vriendjes aan het spelen buiten. En ik ben ondertussen bezig met de grote schoonmaak. Beneden lekker aan het schoonmaken. En het bed helemaal in de was vouwen. Nu is het zo dat... Ja, de welbekende gele zweetvlekken in het matras zijn gegaan. Want Sergio die transpireert nogal veel s'nachts. En nu heb ik dus gelezen dat dat weg zou moeten gaan met water en keukenzout. Nou ja, proberen waard, hè. Dus ik heb hem nu helemaal uitgelegd in de badkamer. En dan gaan we eens even kijken of dit helpt. Kijk, je ziet hier... Het is toch aardig wat geel geworden. Dus ik ga hem eerst nat maken en dan ga ik daar keukenzout overheen strooien. En dan doe ik hem daarna lekker nog alsnog in de was. Ja, en nu is de vraag hoeveel keukenzout... Zet je zo aan denken, waarom zout? Nou, de eerste paar wasjes die zijn gedaan. Ondertussen heb ik in plaats van koffie, heb ik gemberthee genomen. En mijn eerste maaltijd om 10:50, de kippensoep. Van mijn moeder. De day after is dus veel opruimen. En Sergio is nu bezig om alle rotzooi die in onze tuin terecht is gekomen schoon te spuiten. Zo te zien gaat het er gelukkig nog af. Werkt het? Hi! Oh Jess, gooi die ook maar in de prullenbak. En dat zeefje ook. Dat zeefje ook waar je met je voet op staat, dat gele. Waarom? Gaat het er nog af? Het gezonde eten is begonnen. Wat zit er in deze overheerlijke salade? Lijnzaad, chiazaad, avocado, guacamole kruiden, zure room een beetje, gewone room, klein beetje mayo, tonijn. Komkommer, ja, kappertjes, paprika. Ik zie al mayo. En peperzout. Ik zie het meer. Hij is heerlijk. En, maar ik zie al mayo. Cherry tomatoes. Maar mama,
Er zitten ook olijf in. Ja, bij jou wel. Bij mama niet. En papa wel. Ja. Even nog een lekker soepje aan het maken. Broccoli soep. En soep granaten eten. Bleekselderij. En uitje. Knoflook. Meer dan. Zo, de tweede ronde is lekkere broccoli soep. Wat zit er allemaal in? Het is groene roomkaassoep. Oh. Het is geen broccoli soep. Nee. Oh. Is dit nou helemaal? Heel even. Wat zit er allemaal in? Nou, die groene bloem met allemaal van die roosjes. En room. Gewoon room, kookroom. En uitje, knoflook. Wat zit je? Is het er genoeg? En bouillonblokje en water. Ja, ik ben namelijk niet zo van de broccoli zelf. Maar als soep vind ik het heerlijk. En op deze manier krijg je toch de goede voedingsstoffen binnen. Maar sowieso ben ik wel van de soepen. Dus ik denk dat we ook dat erin gaan gooien. Ja. Ook makkelijk om in te vriezen en mee te nemen naar het werk bijvoorbeeld. Dus het is vandaag dus een salade geworden met broccoli soep. Begin is gemaakt. Zo, hij zit er weer op. Ik ben benieuwd. Het is nu natuurlijk ook wat donkerder. Maar ik heb wel het idee alsof je de vlekken in ieder geval minder ziet. Laat ik het zo zeggen. Ik weet niet. Ik denk niet dat ze helemaal weg zullen zijn. Ik denk dat ze hier zitten. Denk ik. Of het is de lamp. Dat jij zo zweet, joh. Ja. Ja, we hebben hem er nu waarschijnlijk ook anders opgelegd. Dus het bed kan weer opgemaakt worden. Ik zei, laten we het even doen voordat we allebei zo kapot zijn dat we er geen zin meer in hebben. Ik heb toch 3 uur geslapen. Dus ja, dat is toch best wel veel. Een hele goede avond. Nou, er zit weer een dag op. Het is goed gegaan met het eten. Ik moet zeggen dat ik wel altijd dan 's avonds na het avondeten ineens weer trek heb. Overdag gaat het eigenlijk wel vrij goed. Storm Henk is buiten aan het razen. En het voordeel is dat ik niet naar buiten hoef, maar dat ik gewoon een loopband heb boven. Dus dat is dan weer een voordeel, hè? No excuses, zou je zeggen. Deze heb ik gehad van Jesse Silver. Die heeft een hele mooie ketting zelf gemaakt bij oma. Leuk, hè? En een armband. Nou, ik ga me dus nu even omkleden. Ik merk echt dat ik denk, alles kost moeite. Het gewoon, je voelt je gewoon zwaar in zijn geheel. Dus ik ben blij dat we begonnen zijn. Er is echt werk aan de winkel. Zo, mijn sportoutfit heb ik aan. Ik heb hier een legging van Bella Fit aan. Waarmee dus dit. Ik weet niet of je het kan zien. Maar dit kan er dus voor zorgen dat er rond deze plek nog meer vocht wordt afgedreven. Dat het daar gewoon extra warm wordt. Dus. En een sport-BH. Met décolleté. Kijk, ik kan zelfs een beetje zo doen, jongens. Dat kon eerst niet. Nee, want die waren zo hard als ik weet niet wat. Dus ik kan nu zelfs gewoon een beetje zo doen. Waar je al niet blij mee kan zijn, hè? Ja. Vroeger vond ik dat heel normaal. Kijk, het is natuurlijk niet helemaal, hè, zoals vroeger gaat het helaas niet meer worden. Daar heb ik soms wel eens heimwee aan, moet ik zeggen. Als ik dan mooie foto's zie van mezelf. En dat ik nog een mooie voorgevel had en zo. Dan kan ik daar wel een beetje heimwerig om zijn en verdrietig.
Maar aan de andere kant ben ik gewoon ook heel erg blij met wat ze nu er toch nog van hebben weten te maken. En ja, daar moet ik me dan maar op focussen. Hè? Zo, daar staat hij. En we gaan hier gewoon eventjes een serietje opzetten. En daar gaan we mee beginnen. Kijk, veiligheid voor alles. Ja, maar doen hè. Prima begin. Hè? Ja, toch? Zeker, even opstarten. Misschien zo nog wat krachttraining of zo. Ja. Eerst even maar een vuurtje wandelen. Ja. Hardlopen. Hardlopen. Hard, ja, gewoon lekker doorstappen. Niet hardlopen. Nee. Zo, ik heb een half uurtje de loopband gelopen. Sergio heeft nog wat andere dingen gedaan en nu is het Sergio's beurt. Als je zo aan het lopen bent, jongen, beneden, echt. Alsof de wasmachine aanstaat, maar heel hard op centrifuge. Zo, vandaag ben ik voor de eerste sessie bij de fysiotherapie, oncologisch fysiotherapie. Ik ga lekker binnen zitten, buiten is het koud. Wat een rot weer. En dan moet ik nog naar huis fietsen. Nou, we hebben niet gesport of iets, maar wel oefeningen meegekregen die voor mij van toepassing gaan zijn. Dus daar zal ik jullie ook wel in meenemen. En ze heeft even mijn rug losgemasseerd. Want ja, ik heb dus ook scoliose en spondylolyse. Jackpot. En ja, daardoor zit dus ook mijn onderrug zit gewoon heel erg vast met het bindweefsel. En als het dan voor de rest ook nog eens heel stijf is. Dus daar heeft ze even gemasseerd. En over 2 weken weer een afspraak, zodat ze dat weer opnieuw kan doen. En verder thuis aan de slag. Zo, Sergio die heeft weer lekker gekookt. En wat heb je gemaakt? We hebben een kip. Bloemkool. Ja. Kip, inderdaad. Kipkluifjes met ras anahagoed. Anahagoed. Kijk. Ras en anahagoed. Laat je even kruiden. Rechtstreeks uit Marokko, die hebben we van een collega gehad. En bloemkool, rijst, maaltijdsoep met tuinbonen, aioli. Dus een lekker knoflookje, een beetje bouillonnetje, een beetje kaas erbij, maar dat mag. Dat kennen we hebben. En daarvoor had ik nog die pompoen kokossoup. Ja, dus toch 3 gangen. Dat is ook lekker, zeker. Maar er zit niks in. Is het goed als ik even... Allemaal goede spullen. Zeker. Zelf gemaakt, niks... Is het goed als ik dit even kijk, want... Kijk jij dat maar even. Want dit is heel erg leuk, want dan maak ze een huis. Zou ja. Je dan misschien wel die kip op een bordje willen leggen of op willen eten? Telefoon een kusje geven. Ja, en... We hadden dus echt serieus bijna fik in huis. Toen gaan dus de onderste... cirkel aan kaarsen, dusdanig om warmte te creëren, naar boven, de warmte stijgt. Maar? De kaars die daarboven stond. Uiteindelijk... En Jesse en ik zitten op de bank te gamen. En ik kon ineens wat geknetter. Bang. En toen zag ik dus deze. En die viel... Die zat hierin. En hij, ja. Hij is nu hard, maar hij stond dus gewoon zo. Nog te branden, hè Jess? En alles was zo lek. Hij stond echt zo van... Snow. Zo, voor hetzelfde gaan we even douchen. Ja. Ik bedoel, laat nooit kaars aan, maar... Maar dat is kaars. Of denk ik... Maar dat is kaars. We gaan eventjes... De kaars bestond echt zo... Ja. Even de was vouwen, of... Nou ja. Ja. Is gelukkig niet gebeurd en we hebben ervan geleerd. Ja. Je hebt straks weer een nachtdienst. Ja. Niet leuk. Nee, is niet leuk. Niet leuk. Ik waag het niet om mij morgen vroeg wakker te maken. Wel. Nee. Wel.
Nee, papa laat slapen, hè. Ja, dat was het eigenlijk wel zo'n beetje. Ja. Medicijntje gehaald voor jou. Ja, dat is wel heel fijn. We zullen meteen even sporten. Ja, ik ging mee. Mijn papa... Jij ook? Papa, dit is niet goed, want je hebt die medicijntje in de auto laten zitten. Nee, helemaal niet. Wel. Zo, ik heb ook nog even een yogaatje uitgevoerd vandaag. Ik zeg, lekker bezig. Ik ben benieuwd hoe jullie dagen waren, wat jullie voornemens zijn voor het nieuwe jaar. En ik wil deze video graag afsluiten met jullie allemaal de allerbeste wensen te wensen. En vooral heel veel gezondheid en geluk. Ik hoop dat jullie dit weer een toffe vlog vonden. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet het belletje aan te zetten om op de hoogte te blijven als er een nieuwe video online is. En ik wil jullie ongelooflijk bedanken voor alle support afgelopen jaar. En hopelijk ook weer in het nieuwe jaar. Een hele dikke kus. En tot de volgende video. Ciao!